Jan, het You Never Walk Alone klinkt door het stadion. Het is feest aan de Krommendijk. Ja, je wint 3-1 van Eindhoven. En, het is een hele moeilijke overwinning, moet ik eerlijk zeggen. En misschien wat geflatteerd. Want ik vind hun een hele goede ploeg hebben. En ze zijn verleden jaar tweede geworden. Er zijn ook al een hoop jongens weggegaan, maar ook een hoop gebleven. En ik denk dat zij zeg maar, wat vastigheden en voetballend verder zijn dan wij. Maar er is op basis van knokken, hard werken, maar ook wel aardige calls en soms bij vlagen leuk voetbal. Hebben die wedstrijd naar ons toegetrokken. Kan jij tevreden zijn inderdaad, omdat er heel hard gewerkt is, dat het dan op de uitvoering soms wat minder was? Ik moet niet vergeten dat we hebben heel veel nieuwe spelers. En we zagen in de voorbereiding dat ze heel veel moeite hadden met het spel wat wij normaal doen. Heel snel druk zetten, daar zijn ze gewoon nog niet zo ver. We zijn iets anders gaan spelen, dat vergt ook wat tijd. Maar je zag gewoon aan een aantal uitslagen dat de vorm er niet was. Nou, dan moet je gewoon op een manier gaan spelen waar ze wat vertrouwen in hebben. Maar deze groep heeft veel potentie, alleen dat moet ontwikkeld worden. Kijk, je kan niet van deze jonge jongens verwachten. Want we hebben het merendeel zit rond de 20, 21 jaar, dat ze er al staan. Maar als ik dan zie hoe hard ze werken, ja, dat vind ik fantastisch. Je laat Geert Arend Roorda 65 minuten spelen. In die 65 minuten toont hij wel aan dat hij het nog steeds kan. Hè? En nou maar binnen dat hij fit blijft. Ja, maar ja, voetballen verleer je niet. Ik heb toen bij Heerenveen met hem gewerkt. Nou, vond ik het een geweldige speler. En hij had ook coachende kwaliteiten. Hij ziet de passing. Hij is alleen nog niet zo fit als hij zou moeten zijn. Maar je ziet zelfs al in die minuten dat hij speelt. Hij ziet het net wat sneller dan de gemiddelde speler van de Jupiler League. En als hij dadelijk zeg maar topfit is, ja, dan wordt hij voor ons een enorm belangrijke speler. Vroeger had je Theo de Tank. Jullie hebben Denzel de Tank, hè? Denzel Gravenberg. Ja, nou, ik zag Josie Marneke in de wel gaan. En toen dacht ik dat op een gegeven moment dat hij een dwarslesie had die op de grond lag. Die kopte een bal. Ja, ik weet niet wat ik allemaal hoorde in het veld, maar er zat ook wel wat botten bij toen hij hem kopte. Dus je hebt twee in het centrum staan. Ja, dat zijn Denzel is zo sterk als een paard. Als hij zijn shirt uittrekt, ga gauw de kleedkamer uit. Dan krijg je een minderwaardigheidscomplex. En dat zijn prima gasten, weet je wat. Zijn jonge Denzel's 20, hè. Dat vergeten ze wel eens, want iedereen denkt dat hij al een jaar 24 is, maar dat is een hele jonge gozer. En Joze heeft wat meer ervaring. Maar er zijn gewoon hartstikke goede gasten, weet je wel. Dus, en daarvoor is het zo belangrijk dat je wint. Want als je wint, ja, dan weet je, dan krijg je vertrouwen. We kunnen dan wat makkelijker, met wat minder druk naar de volgende wedstrijd, aan het voetballen werken. En dat gaat vanzelf beter worden, want ik vond dat wij het vaak ook nog helemaal niet goed uitspeelden. Hè? Niet slim, weet je wel, soms een beetje dommig uitspeelden. Maar als we dat ook gaan doen met onze snelheid die we hebben, ja, dan wordt het misschien wel een leuk seizoen. Je staat 3 punten voor op NAC. Volgende week de topper in Emmen. Ja. Nou ja, kijk. Het is leuk. Het is beter als je over een topper kan spreken dan over een topper. Weet je wel zo. Als je allebei 0 punten had gehad. Dan, maar ja, kijk. Het is nog 1 wedstrijd. Joh. Kijk, ik verwacht dat NAC. Die gaan 100% om de titel draaien. Die hebben daar veel te veel kwaliteit. Een achterban die zo gigantisch groot is. Dat gaat ook meespelen. Maar die zijn nu misschien een beetje verrast door de Jupiler League. Dat was eigenlijk al tegen Roda, weet je, in de na-competitie. En nu zien ze dat in de Jupiler League ook hele aardige ploegen lopen. En als je dan een paar hebt die denken dat ze makkelijk winnen, ja, dan zijn ze daar niet goed genoeg.